Moin. So, wollen wir mal gucken? Ja, das wird dann auch. Ciao. Tschüss. Ja, die erste Hundebegegnung hier. Hallo allemaal, dit is weer Ralf uit Oldenburg. Vandaag op zondag, even kijken, 26 februari 2017. En ja, zo ziet het hier uit in Oldenburg. En ja, daar hebben we even een man ontmoet die ook met zijn hond op pad was. Ja, en carnaval vieren ze hier helemaal niet. En het mag ook eigenlijk niet zijn dat ik hier in het noorden carnavalsliedjes zing. Want het hoort hier niet helemaal niet heen. Dus het spijt me echt. Hier doen we andere dingen in het noorden, in Oldenburg en ook wel in de noordelijke provincies van Nederland. Ja, hier kunnen we ook helemaal geen carnaval vieren, want zou gebeuren met de koeien en met de varken in deze tijd? Nou, het zijn toch allemaal gekken in het zuiden. En daar willen we helemaal niets met te doen hebben. En dus het spijt me dat ik gisteren in een aanval van heb een carnavalsliedje gezongen. Dit hoort hier helemaal niet. We moeten aan de dieren denken die we hier hebben. En daar hebben we daarvoor voor zoiets geks helemaal geen tijd. Gruus, kom naar huis. Gruus, kom naar huis, want de koeien staan op springen. De varkens moeten vreten en het hooi moet van het land. Gruus, kom naar huis, want de buren rare dingen. Het kan toch zo niet door, want Gruus, wat is er aan de hand? Gesuten waren dus een week of wat geleden, toen u terugkwam met de trekker naar het holen van het land. Met een behoorlijk flinke vartigende koesel aangereden, zijn trekker door de los en zijn kop in het verband. Nou kunnen boeren niet zonder trekker, dus een nieuwe moest er komen. De schoenendoos wordt omgekeerd, het kapitaal geteld. Op zaterdag het Gruus naar Rotterdam genomen. En zijn binnenzak had Gruus een flinke boeren die het met geld. Gruus Utenwaard had zich nooit in staat begeven. Hij kent alleen het dorp, het land, de oude boerderij. Ja, ik wil nog een beetje reclame maken, een beetje promotie voor Rafael Verdonk uit België. Nou, daar vieren ze wel carnaval, hier dus niet. En Rafael was gisteren in een chat met Dr. Taryn P. Lupu uit Amerika, ergens van de Oostkust. Misschien New York, ik weet het helemaal niet. Maar het is ergens aan de oostkust van de Verenigde Staten. Want de live chat was aangegeven in Eastern Standard Time.
Nou, ik wil nog een beetje reclame doen, een beetje promotie voor Rafael Verdonk uit België. Nou, daar vieren ze wel carnaval hier in Oldenburg en in Groningen en Friesland dus niet. En hij was gisteren in een live chat met Dr. Terren P. Lupu uit Amerika, ergens van de oostkust van Amerika. En het was heel goed en was ook goed te verstaan. Maar ik zelf zou het nooit doen, zoiets. Ja, het was allemaal in het Engels en ik begrijp het wel, maar ik kan het niet goed praten en dan in een live chat. Ik zou zo ontzettend nerveus zijn, dat helemaal niets van wordt. Ja, ik kan niet eens goed Nederlands en Engels, zeker ook niet. Maar goed, het was een mooie live-chat, internationaal. Er was een man uit Indië, een mevrouw uit Canada, Rafael uit België. Ik geloof nog een man uit Nieuw-Zeeland. Heel internationaal dus. En Rafael Verdonk heeft een eigen kanaal. En hij wil in het Nederlands ook meer doen. Tot nu toe maakt hij video's in het Portugees en in het Engels. En hij wil ook een kanaal doen voor heel Nederland. De enige echte Mandela-effect kanaal voor Nederland. Dus ga naar Rafael Verdonk als je iets wil weten over het Mandela-effect. En hij is de enige echte voor Nederland. Uit België, gepresenteerd van Ralf uit Duitsland. Dus kijk er maar in. Rafael Verdonk, de enige echte Mandela-kanaal voor Nederland. Nou, in het kort, waar gaat het om bij het Mandela-effect? Als grote groepen van mensen andere herinneringen hebben aan bepaalde dingen, iets in het verleden of autologos of noem maar op. Als grote groepen andere herinneringen daaraan hebben als het in de officiële geschiedenis is genoteerd, dan spreek je van een Mandela-effect. Het komt van Nelson Mandela en enige mensen, vele mensen herinneren zich aan het overleden van Nelson Mandela in het einde jaren 80 of begin 90. Maar hij was helemaal niet overleden. Hij overleed in 2013 of zoiets. Maar deze groepen herinneren het anders en dat noem je Mandela-effect. Dus wordt genoemd naar Nelson Mandela. Anderen zeggen Mandala-effect. Dat zijn zo mandala's, wat zijn het? Tekeningen of zoiets. Symbolen. En de Mandela-effect heeft meer daarmee te maken. Ik snap het ook niet helemaal. Ja, ik snap de hele Mandela-effect niet, echt niet. Maar het hoeft ook niet. Als jullie daar zin in hebben daar iets over te leren, dan gaan jullie naar Rafael Verdonk uit België. En hij heeft de enige echte Mandela-effect kanaal voor Nederland. Ja, en ik wens u veel plezier, of jullie, ja, zeggen we jullie hier in het internet, ja, toch wel, hè. Zijn toch wel niet met u. Ja, dan wens ik jullie veel plezier met Rafael Verdonk en zijn Mandela-effect-kanaal voor heel Nederland. Moet je hebben gezien, let maar op, dat was het voor vandaag. Met groeten van Ralf.